Het twaalfde seizoen van The Voice of Holland is nu twee afleveringen onderweg, maar wordt erg teleurstellend bekeken. De tweede aflevering stormde gisteren de top vijf binnen van minst bekeken afleveringen ooit. Nu, een ochtend later, wordt de hele show ineens abrupt van de buis gehaald na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. RTL 4 laat in een verklaring weten dat ze afgelopen woensdag een mail heeft gekregen van het Tim Hofman-programma Boos, met daarin aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom Three Voice of Holland. De aantijgingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bekend bij RTL. Op basis van deze aantijgingen is contact opgenomen met producent ITV en is er in overleg besloten dat ITV onmiddellijk een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek zal initiëren. De uitzendingen van Three Voice of Holland worden vooralsnog opgeschort tot er meer duidelijk is. De aantijgingen zijn volgens RTL 4 dermate serieus dat verder gaan geen optie is. We nemen dit uitermate serieus. Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de feiten op tafel te krijgen. Tim Hofman maakte in augustus al bekend bezig te zijn met een onderzoek naar The Voice of Holland. Wij horen met het team van boos bepaalde geluiden uit bepaalde hoeken over een bepaalde talentenjacht, zei hij mysterieus. Op wie de beschuldigingen precies betrekking hebben is onbekend. Momenteel zitten Ali B. Anouk, Glennis Grace en Whalen in de jury. De afgelopen weken was er behoorlijk wat rumoer rondom Ali. Het programma Roddel Praat stelt dat de rapper vaak vreemd gaat en drugs gebruikt. Bovendien zijn er twee dames die zich door hem aangerand voelen, al dus het programma van Dennis Schouten en Jan Roos. Eerder dit jaar brachten de heren nog de zaak Marco Borsato aan het licht.